Bordercollies zijn honden die uh, heel snel kunnen reageren op uh, geluiden of dingen die ze spannend vinden. En wat er dan vaak gebeurt is dat uh, ze in overdrijf gaan en ze, gaan dan he ze worden helemaal hyper, uh, ze gaan blaffen, ze kunnen in je handen of in je armen gaan bijten, uh, ze kunnen rondjes gaan draaien. Uh, allemaal gedrag wat aangeeft dat je hond in het koppie totaal geen rust heeft op dat moment. Um, hoe ga je daar nou mee om op een goede manier? Uh, wij mensen zijn eigenlijk heel snel geneigd om te willen weten wat de oorzaak is van de rust op dat, of van de onrust op dat moment. He, dus we gaan bijvoorbeeld, ik noem maar wat uh, jouw hond zit in huis en uh, rent naar het raam, gaat keihard blaffen, gaat druk heen en weer rennen, kom naar jou toe. Echt om aan te geven dat hij onrust krijgt of ervaart. Uh, van iets. Um, wij mensen gaan dan kijken, weet je wel, wat, wat is de oorzaak dat die hond zo onrustig is ineens? Uh, maar eigenlijk doet dat er helemaal niet zoveel toe. Dus ik denk, ik ga eens een video opnemen om uit te leggen uh, wat je daarmee kunt doen om je hond zo snel mogelijk te helpen. Um, waar je hond bij geholpen is, is uh, op dat moment zo snel mogelijk weer terug rustig te worden. En. Uh, wij mensen vinden dat vaak lastig om voor elkaar te krijgen. Um, wat ga je dan doen? Je roept je hond bij je. Hè? Dus stel dat jouw hond voor het raam staat te blaffen. of uh, hij wordt helemaal druk van een bepaald geluid. Um, dan ga je je hond bij je roepen. Dan ga je hem daarvoor belonen. Hè? Als die komt, ga je hem belonen. En uh, dan ga je aan de hond vragen of hij bij jou wil gaan liggen, rustig liggen en dan ga je hem daarvoor belonen, dus met je stem. He, dus je gaat zeggen, goed zo, dat is rustig, wat braaf. En hoe rustiger jij praat of hoe rustiger jij blijft... hoe sneller je hond jouw rust gaat overnemen, zeg maar. Um, je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij gefrustreerd raakt... van, "Hè, verdorie, gaat hij nou alweer blaffen... Uh, en je zegt tegen je hond bijvoorbeeld van, hou eens op met dat blaffen... Ja, dat zorgt niet voor rust in het koppie van jouw hond. Hè? Dus doe dat niet. Honden kunnen niet zoveel met onze emoties van uh, frustratie of boosheid misschien. Uh, daar kunnen Border Collies niet zoveel mee. Daar worden ze in ieder geval niet rustig van. Hè? En dat is natuurlijk wat we graag willen bereiken. Hoe krijg ik mijn hond zo snel mogelijk weer rustig? Um, stel nou, jouw hond staat... Uh, uh, voor het raam te blaffen of loopt heen en weer te racen en te, te kijken naar iets. en jij weet niet wat er aan de hand is. Uh, ga dan niet op zoek naar datgene waar je hond onrustig van wordt. maar roep je hond bij je. He, wat ik net al zei. Lukt dat nou niet, omdat je hond zo hoog in zijn koppie uh, overprikkeld is. He, want dat is je hond op dat moment. Uh, lijn je hond dan aan. He, doe hem een lijn aan, een riem aan. En uh, neem je hond mee. Ga zelf rustig zitten. En vraag aan je hond of hij rustig wil gaan liggen of zitten. Als hij maar rustig is. En als hij rustig is, ga je hem belonen met je stem. Dus raak je hond verder niet aan. Maar beloon je hond met je stem. Uh, wat je ook zou kunnen doen, is dat je je hond een uh, bordje geeft. Of een kluifje. Want als honden gaan kluiven, komen er stofjes vrij uit de hersenen. die er ook voor zorgen dat de hond zo snel mogelijk weer. Rustig wordt en dat is precies wat je wil. Um, stel nou, je, je hebt aan je hond gevraagd van nou ga rustig liggen. Hij doet dat één tel. en Daarna springt hij weer op en gaat hij weer blaffen en ga dan die oefening herhalen. Hè. Dus vraag heel rustig. Kom maar hier, ga maar liggen. Braaf. Liggen is braaf. Doe maar rustig. Um, wees dus heel erg volhardend. He, de honden moeten echt gaan leren dat uh, uh, jij, zeg maar, uh, vraagt van he, ga rustig zitten. Dat ze dat ook echt moeten opvolgen. Zelfs al zijn ze zo ontzettend uh, overprikkeld op dat moment. Zeg maar. um, dus uh, mijn tip is: uh, wees volhardend, maar blijf wel rustig. Zorg ervoor dat je hond heel rustig wordt. En als je hond rustig gedrag laat zien, beloon dat met je stem, aai eventueel je hond, en uh, dan zal je hond heel snel uh, weer rustig worden. En dat is eigenlijk precies wat we willen. Hè. Het heeft niet zoveel zin om te gaan achterhalen van nou, wat is nou de oorzaak dat mijn hond zo onrustig wordt. Maar het is heel belangrijk dat je leert hoe krijg ik mijn hond zo snel mogelijk rustig. Um, tuurlijk, uiteindelijk is het belangrijk. Om de oorzaak te achterhalen, uh, en ik denk graag met je mee. Hè. Uh, het zou kunnen zijn dat jouw hond bijvoorbeeld te weinig stimulatie krijgt: geestelijke stimulatie, waardoor hij zich gaat vervelen en vervolgens gaat focussen op alles om hem heen. Uh, dat kan. Maar stel nou dat jij een persoon bent die echt voldoende met je hond traint, uh, ook nog eens aan hondensport doet en echt veel doet uh, voor. Uh, het welz geestelijk welzijn van jouw Collie... Dan zou het misschien kunnen zijn dat je hond te weinig rust neemt of te weinig uh, balan goede balans heeft tussen geestelijke en lichamelijke activiteiten. Um, wil jij nou meer informatie hierover? Uh, ik kan jou ontzettend goed helpen met uh, via mijn training over prikkeling. Uh, ik spreek je dan een uur lang via uh, videobellen. En uh, ik ga jou dan heel veel vragen stellen, waardoor ik informatie krijg uh, over jouw hond en over jouzelf. En daardoor kan ik jou uh, precies aangeven waar jij winst kunt behalen in het trainen met jouw border Collie. En die winst gaat er dan voor zorgen dat jij ook weer een border Collie krijgt die veel rustiger is in zijn koppie. Uh, en dat jij in ieder geval weet hoe je je hond zo snel mogelijk weer rustig kunt krijgen. Um, Kijk even op mijn website www.incredmeijer.nl. Daar vind je de pagina over prikkeling. Halverwege vind je een venstertje. En als je daar je naam en je e-mailadres invult, dan stuur ik jou een mail terug met allemaal informatie. Als jij die mail dan beantwoordt, dan gaan we een afspraak maken en dan gaan we samen trainen. Fijne middag!